Goedemorgen en welkom bij de Nuance Podcast. Vandaag gaan we het ietsje anders doen, want ik ga een van de blogs die ik afgelopen week heb gepubliceerd voorlezen, zo goed mogelijk. En het gaat ook een nieuwe podcast worden, die komen dan ook op de normale kanalen. Dus deze wordt doorgeplaatst op YouTube, hier krijgen we de volledige video. Ik ga hem ook nog een stukje opknippen en dan zet ik die netjes onder de... Dan zet ik die gewoon netjes, zeg maar ook hier op YouTube. Dus we krijgen hier eigenlijk de stream. En hiernaast wordt dan, denk ik morgen of misschien zaterdag, ga ik dan gewoon de video ook publiceren die ik hierbij produceer. Dus ja, laten we maar eens beginnen. Ik ga even het juiste scherm hier openen. Zo, en dan kunnen jullie hem ook eens een keertje zien. Zoals je ziet heb ik hem al een keertje gepubliceerd. Hier vinden we de nieuwe blog. Dus, even voorbereiden. Zet ik Audition ook meteen even klaar. Ik ben er ineens achter waarom het niet werkt. Stom van mij. Maar daar gaan we dan. Eens kijken of ik dit goed opgenomen krijg. Het zal waarschijnlijk niet in één take worden. Waarom stoïcisme er nog steeds toe doet? Stoïcisme is een filosofische school die begon in het oude Griekenland en werd dominant in het oude Rome. Tegelijk werkt het als een inspiratie voor moderne religie en brengt het nog steeds urgente en belangrijke les over kalmte, veerkracht en emotionele stabiliteit. Stoïcijnse ideeën vormen de kern van elke poging tot rust en sereniteit in het licht van een turbulente, onvoorspelbare en vaak gemene wereld. De grootste en zeker meest productieve Stoïcijnse filosoof was de Romeinse schrijver en staatsman Seneca de Jongere, die in 4 voor Christus in Spanje werd geboren en in 65 na Christus in Rome stierf. Veel van Seneca's gedachten zijn ons bekend uit de brieven die hij aan zijn vrienden schreef, om hen in moeilijke tijden raad te geven. Seneca had een vriend en ambtenaar op Sicilië genaamd Lucilius. Toen Lucilius hoorde over een rechtszaak die zijn goede naam ten schande en een einde aan zijn carrière dreigde te maken, schreef Lucilius in paniek een brief aan Seneca. Seneca antwoordde hierop: "Je verwacht dat ik jou ga adviseren om een gelukkig resultaat voor te stellen en te rusten in de verleidingen van hoop. Maar ik ga je tot gemoedsrust leiden via een andere weg. Benader al je zorgen ervan uitgaande dat wat je vreest zal gebeuren." En dit advies is een essentieel stoïcijns concept. Wanneer wij proberen om ons de ergste uitkomst voor te stellen en er vanuit gaan dat deze plaatsvindt, dan herinneren we onszelf aan het feit dat we het ergste kunnen overleven. Het doel is niet om te denken dat er geen slechte dingen gebeuren, maar om te zien dat we ze veel beter kunnen verdragen dan we momenteel denken. Om Lucilius te kalmeren, adviseerde Seneca hem om te wennen aan het idee van vernedering, armoede en voortdurende werkloosheid. Zo leren we dat dit niet het einde van alles is. Als deze verliezen je ten deel vallen, wat kan je dan nog ernstiger overkomen dan in ballingschap te gaan of in de gevangenis te worden opgesloten? En dat vraagt een filosoof die zelf failliet is gegaan en 8 jaar in ballingschap op Corsica heeft geleefd. Hoop op dat wat volkomen rechtvaardig is en bereid je voor op dat wat volkomen onrechtvaardig is.
Seneca gaf Lucilius een meditatie om zich te verdiepen in de luxe van zijn huis, dat hij nu dreigde te verliezen. Ik word misschien een arm man. Ik zal een van de velen zijn. Ik kan worden verbannen. Ik beschouw mezelf dan als geboren in de plaats waar ik naar gestuurd word. Wanneer ze mij ketenen, wat dan? Ben ik nu vrij van eerdere verplichtingen? Aanschouw deze verstopte last van een lichaam, waaraan de natuur mij heeft toebedeeld. Seneca vertelt dat we ten alle tijde vertrouwd moeten raken met dat wat kan gebeuren en niet met dat wat we plannen. Stel jezelf het hele scala aan mogelijkheden voor. Deze langere lijst vol met meer en mindere aangename opties bereidt je beter voor op wat komen gaat. Seneca schreef: niets mag ons onverwachts worden. Laten we het lot van de mens in zijn geheel zien. Niet het soort kwaad dat we vaak zien, maar het allerhoogste kwaad dat mogelijk plaatsvindt. We denken dan na over het geluk in zijn algeheel. De volgende troostende gedachten volgen eenzelfde pad. Marcia, een dame uit de senatorenfamilie, werd verwoest door de dood van haar zoon Metilius. Ze verviel in een periode van rouw die geen einde kende. 3 jaar na de dood van haar zoon werd haar verdriet met de dag krachtiger. Seneca stuurde haar een brief. In deze langere brief sprak hij de hoop uit dat Marcia hem zou vergeven voor zijn late reactie. Metilius' dood was immers 3 jaar geleden. Ook vroeg hij haar om vergiffenis dat hij verder ging dan de gebruikelijke condolences, vanwege zijn donkere maar effectieve boodschap die hij bezorgde. Een kind verliezen is het grootste verdriet dat een moeder kan overkomen. Gezien de kwetsbaarheid van de menselijkheid had Metilius' dood zijn plaats in de genadeloze natuurlijke orde. Deze orde bracht dagelijks voorbeelden van zijn werk. Hij schreef: we verwachten tegenslagen nooit, tot tegenslag arriveert. Zoveel begrafenissen passeren onze deuren, toch staan we nooit stil bij de dood. Zoveel sterven voortijdig, toch plannen we voor onze eigen kinderen. Hoe goed ze de toga doen, ze in het leger dienen en het bezit van hun vader zullen erven. Dit kan allemaal plaatsvinden. Maar wat is het gek om van ze te houden zonder te beseffen dat niemand ons de garantie geeft dat ze volwassen worden. Laat staan dat ze het avondeten bereiken. Dat Metilius' dood voor Marcia onverwacht was, dat kan alleen zo zijn op basis van de gewenste uitkomst van waarschijnlijkheden. Wanneer je verwacht dat iets niet zal gebeuren, dan ben je er zelf van bewust dat de kans wel bestaat dat deze plaatsvindt. Zeker wanneer je weet dat anderen het ook eens overkomen. Seneca deed op basis hiervan een gedachte-experiment. Hij stelde zich voor Marcia voor haar geboorte te ontmoeten en haar uit te nodigen voor een rondreis over de onrustige aarde. Zo kon ze de voorwaarden van het leven afwegen en weloverwogen kiezen voor de voorwaarden. Zo kon ze de voorwaarden van het leven afwegen en weloverwogen kiezen om de voorwaarden te accepteren. Marcia zou een planeet van alle inspirerende schoonheid en goedheid zien en ook een plek van onderbroken, onuitsprekelijke gruwel. Zou Marcia ervoor kiezen om in zo'n wereld te stappen? Zou Marcia ervoor kiezen om in zo'n wereld te stappen? Haar bestaan suggereerde het antwoord volgens het experiment. Seneca was geen voorstander van willekeurige of door ondoordachte uitgang. Hij probeerde ons meer moed te geven, in het geval van angst. Dit deed Seneca door ons te herinneren dat het altijd binnen onze bevoegdheid ligt wanneer we alles hebben geprobeerd en rationeel genoeg waren om het nobele pad te kiezen uit ons probleem. Wanneer we woedend, paranoïde, uitgeput of verdrietig zijn, dan is de filosofie van het stoïcisme al 2000 jaar daar om ons te voeden met een versterkende, onderscheidende en ongebruikelijke wijsheid en vriendschap. Dus dat is eigenlijk de hele blog. Ik zie dat ik er nog wel een paar foutjes in heb zitten. Die ga ik er nog uithalen. Even opname stopzetten.
Ik ben dus erg benieuwd wat je vindt van deze tekst. Deze blog kostte wel wat extra tijd om die te schrijven, maar aan de andere kant geeft het, in mijn zin ziens, ook een heel goed inzicht in wat stoïcisme nu daadwerkelijk is. En nu heb ik maar één filosoof gebruikt om dat over te brengen. Kijk, Seneca is een hele bekende, is ook een van de, zoals de tekst ook zelf zegt, een van de meest complete, want zijn brieven hebben we dus blijkbaar nog. Die hebben we gewoon nog. Daar hebben we een hoop van geleerd. En ik wilde het eigenlijk ook nog voor Marcus Aurelius gaan doen. Voor Musonius Rufus wordt wat lastiger, want dat is altijd op afstand weer verteld. Op afstand is door iemand anders opgenomen en is altijd uit tweede hand. Idem voor Zenon van Citium. Maar toch vond ik dit wel interessant om even de persoon Seneca bij elkaar te pakken en zijn ideeën uiteen te nemen. Ja, dat was in ieder geval het idee achter deze blog en ik hoop dat je het kan waarderen. En dat het ook waardevol voor je is. Dat het je een andere manier geeft om dezelfde wereld weer te bekijken en om jezelf rustig te houden wanneer het tegen zit. Lucilius had ook zijn problemen. En ja, daar kun je dus op andere manieren naar gaan kijken. En ik denk dat in die zin stoïcisme echt een waardevolle manier is om naar de wereld te kijken. En dat het ook heel veel van onze huidige gedachtegangen heeft beïnvloed. Dus dat was de eerste livestream vanuit de Nuance Podcast op YouTube. Mocht je dus echt deze hele tekst nog een keertje als audio willen horen, dat komt in de komende dagen op deze blog te staan. Het zal waarschijnlijk hier in dit vak terecht gaan komen. In de tussentijd ga ik naar deze stream linken. Dan wil ik je eigenlijk nog één ding vragen. En dat is om je te abonneren op het YouTube kanaal. Als je deze video waardevol vond, om hem te delen met jouw netwerk. Ik wil graag dit kanaal laten groeien. En daarvoor heb ik gewoon luisteraars nodig en kijkers. En je zou me enorm helpen door het alleen al te delen. Sinds kort heb ik ook de optie om een donatie achter te laten voor de podcast. Dat kun jij hier doen, bij onder het kopje doneer een bakkie. Kun je het via PayPal of via Bunk. Dit is gewoon ideal. Kun je een donatie achterlaten. Voel je vooral niet verplicht. Ik blijf dit gewoon wel doen. Het helpt mij alleen om de productiekwaliteit van de podcast te verbeteren. En om dit vaker ook te gaan doen. Dus help me als je zoiets hebt van dit vind ik echt waardevol. En ik wil graag dat je hier sowieso mee doorgaat. En dan kun je daar gewoon bij steunen. Dan kan dat dus via die weg. Goed. Dit was de eerste livestream van de Nuance Podcast. Ik hoop dat je er heel veel aan hebt. En tot de volgende keer. Vond je dit waardevol? Abonneer en deel. Jezus, moet ik even opnieuw doen. Vond je dit waardevol? Abonneer en deel deze aflevering. Enorm bedankt.